Ik wil jullie graag meenemen in de wereld van de dierlijke graverijen. Ik heb twee delen in deze presentatie. Deel 1 gaat over de feitenverkenning die wij hebben uitgevoerd in het kader van Polders to Seas. Naar mollengangen, muizengangen en scheuren. En in deel 2... wil ik jullie even meenemen naar onze eigen beergebied van WDO Delta, waarin wij momenteel te maken hebben met de bever. En daarna, als we nog tijd hebben, wil ik met een van jullie kijken of wij de bever kunnen detecteren. Dus ik zie al mensen kijken die graag willen. Ik kies er straks iemand een uit en dan gaan we kijken of het lukt. Dan eerst naar de Hedwige Prosperpolder. Daar hebben wij een feitenverkenning gedaan naar mollen en muizengangen. De afgelopen 3 jaar zijn er heel wat proeven in de Hedwige Polder geweest in het kader van de Polder to Seas project. En daar heeft men gekeken naar hoe klimaatverandering en dijksterkte in de toekomst moet worden, hoe daarop moet worden geanticipeerd. En een groot onderdeel daarin waren overloop- en overslagtesten. Er zijn daar meerdere uitgevoerd. En tijdens een van deze overslagtesten, en ik zie Patrick, zag ik hier al zitten. Ja, op deze foto, misschien niet de allersimmelste foto, maar... dit was wel tijdens regen weer trouwens, vandaar ook... excuus daarvoor, maar ik... Waarschijnlijk bedoelde je het niet zo. Nee. Heel goed. Tijdens een van de proeven, toen regende het, een beetje fijn geknepen oogjes. Vond er toch wel een behoorlijke erosie plaats. De kleilaag erodeerde en de onderliggende zandkern erodeerde mee. Met als gevolg een behoorlijke... hol. Is dit hol hersteld, laten we zeggen, met noodmaatregelen, geotextiel, krammen en sandbags. Waarna besloten werd om in begin maart rockbags te plaatsen. Ook de werking van deze rockbags wilden we bekijken en we hebben daar ook golfoverslagproeven op gedaan. En wat bleek, alsnog vond er erosie plaats rondom deze rockbags. Maar we constateerden ook dat er een deel van dit water verdween. Na afloop van de proeven, en hier heel mooi rechts te zien, hoorden we letterlijk en zagen we het water onder de kleilaag wegspoelen. En we hadden eigenlijk geen idee wat voor mechanisme dit was. Waar komt dit vandaan? Eigenlijk... een sterke aanleiding om dit nader te gaan onderzoeken. Welk mechanisme is dit en welke relatie lag er tussen aanwezige scheuren, gaten door mollen of wel door muis veroorzaakt en welke relatie lag er met dijksterkte? Wat hebben we toen gedaan? We hebben twee locaties uitgekozen waarin wij dit wilden gaan onderzoeken. Eén aan de Belgische zijde en één aan de Nederlandse zijde, om de mate van verschil naast elkaar te kunnen leggen en te kunnen constateren van waar zit dat verschil in. Even kijken, hier heb ik de locaties weergegeven. Hij werkt niet helemaal zo. Ja, daar. Dit is dan de Nederlandse en dit is de Belgische, ook wel de Patrick's Cliff genoemd. Door middel van een veldtest, die we in twee delen hebben opgesplitst, probeerden we eigenlijk de intrede en de uittredenpunten en het voorkeurspad daartussen te herleiden. En te identificeren van hoe loopt dat nu. De belangrijkste stappen die we daarin hebben gevolgd is uiteraard het
proefvrij maken van de locatie door de kering te maaien en alle meetinstrumenten klaar te zetten. We hebben hier infiltratietesten uitgevoerd met colorant, een soort kleurstof, om vervolgens op een plek in te gieten en te kijken van waar komt het water met die kleur vervolgens weer uit. Uiteindelijk hebben wij een aantal needs to have en nice to have noemen. De needs to have, eigenlijk gewoon de cruciale plekken waarvan we nagenoeg zeker weten van als we hier gaan een vervolgonderzoek op gaan doen, weten we zeker dat we met resultaten komen. En de nice to haves, als we tijd hebben, pakken we die nog even mee. De resultaten van het eerste veldonderzoek. Uiteindelijk zagen we dat er gewoon tussen de mollengangen directe verbindingen waren tussen intreden- en uittredenpunten. Die waren niet dichtgezakt of die liepen ergens anders heen. We zagen echt nadrukkelijk over het dijktaluut heen verbindingen. En we hadden de suggestie, en dat zagen we ook bij de rockbacks, dat er uitspoeling was opgetreden door de gangen heen. Maar dat konden we niet bevestigen. Daarom hebben wij gekozen voor een vervolgonderzoek om die relatie te onderzoeken, om te kijken of dat echt zo was. Uiteindelijk hebben we 3 needs to have's gekozen en 3 nice to have's. Tijdens het tweede veldonderzoek, en Marianne kwam net al aan met een stukje daarvan, hebben wij als doel gehad om de exacte banen van die geulen bloot te willen leggen. En de stappen die we daarin hebben uitgevoerd zijn onder andere weer het locatie klaarmaken. We zagen weer dat het gras was gegroeid. We moesten weer het was wel een speurtocht soms. Als je een half jaar niet op een locatie komt, dan het gras groeit heel hoog. En je moet even weer weten waar je punten hebt uitgezet, waar je piketpaaltjes in de grond hebt gezet en waar je onderzoek wilde doen. Wat hebben we toen gedaan? We hebben Mindercrete staat hier, snelbeton toegepast om vervolgens de exacte banen van de mollen en scheuren en muizen proberen bloot te leggen. Uiteindelijk hebben we de resultaten van de Belgische kant met de Nederlandse kant vergeleken en eerst opgenomen en met elkaar vergeleken. En uiteindelijk hebben we de locaties weer op dezelfde manier zoals het was hersteld. De resultaten die we hieruit verkregen waren wel bijzonder. Of opmerkelijk, laat maar zeggen. We zagen bijvoorbeeld aan de Belgische kant dat er mollengangen op 25, 30 centimeter diepte zaten, die de zandlaag raakten. Aan de Nederlandse kant zagen we dezelfde mollengangen van ongeveer 3 tot 5 centimeter, terwijl op sommige plekken aan de Belgische kant die mollengangen soms wel 5 tot 8 centimeter waren. En dat is natuurlijk veroorzaakt door die golvenoverslagtesten, die een soort van expansie van die geulen heeft veroorzaakt. Een ander bijzonder opmerkelijk iets is dat wij in het eerste veldbezoek scheuren hadden gedetecteerd. En dat die na 2 weken eigenlijk alweer waren verdwenen. En hoe kwam dat? Zeer waarschijnlijk. In de tussenlichte periode heeft het eigenlijk non-stop geregend. Waardoor die scheuren de mogelijkheid kregen om zich weer te herstellen. En 2 andere conclusies die we konden trekken was eigenlijk dat de geplaatste rockbacks, die hebben de aanwezige mollengangen eigenlijk onderbroken. Aan de Nederlandse kant zagen we nog een opmerkelijk iets. Gewoon een bevinding dat die scheuren die aanwezig waren heel duidelijk in combinatie stonden met de aanwezigheid van muizen.
Nou, welke conclusies konden we hier nou eigenlijk uittrekken? Ons eindproduct was een feitenrapportage over, over het voorkomen van scheuren en mollen en muizen in de kering. Maar de exacte relatie tussen deze dieren en dijksterkte en het risico ervan, die konden we niet goed leggen. We hadden wel de vermoedens ervan, maar we konden niet zeggen van dijksterkte wordt beïnvloed door graafrijen door dieren. Ja, en dat is eigenlijk ook de basis geweest voor de oproep tot verder onderzoek. Onderzoek naar het gedrag van andere dieren die ook graafrijen in kering veroorzaken. Zie bijvoorbeeld de rivierkreeft, de bever. Dieren, laten we zeggen. En een essentieel iets, de omvang waarin deze dieren een risico vormen voor dijksterkte. En om daar de vinger op te leggen van, we weten dat het een risico kan zijn, maar wat de omvang van dit risico is, is essentieel om te weten. Daarnaast is de oproep om uit te zoeken welke maatregelen je kunt en wilt treffen om deze dieren in de gaten te houden en de omvang te kunnen kwantificeren. Dan wil ik jullie meenemen het beheergebied van WDO Delta. Ik heb hier een bever voor zijn burcht gesitueerd in de kering. Een fantastische waterbouwer. Alleen hij heeft iets andere constructievoorkeuren dan wij als mensen hebben. En dat kan van een beheersbare situatie mogelijk leiden tot een, laten we zeggen, of zacht gezegd, iets minder beheersbare situatie. En dit risico, dat wil ik aan jullie laten zien van waar dat risico mogelijk ligt. Even terug naar 1825. Dit is een monument voor de bever. De laatste bever die in Nederland aanwezig was. Destijds doodgeslagen door een visserman die met een stok hout deze bever destijds doodsloeg. 200 jaar later, 3 januari, 10 kilometer verder of stroomopwaarts, was er weer een bever in ons gebied. En in 2018 zelfs graafrijen in onze kering. Graafrijen die wel tot 11 meter kwamen. En ik hoorde onlangs op het bevercongres dat het soms voorkomt dat ze nog wel iets verder graven. En dat is voor onze muraars aanleiding geweest om dit te gaan bijhouden. Vanaf 2018 of 2019 zijn wij als WDOD onze beverwaarneming gaan bijhouden. En we zien ook een activiteit van de bever die eigenlijk toeneemt. Er komen meer bevers in ons gebied. We zien meer vraatschades, we zien meer burchten, we zien meer aanzetten tot gangen in de kering. Op zich, in beginsel nog niet echt een probleem, maar wanneer worden we een beetje zenuwachtig? Of wanneer gaat ons hart eigenlijk sneller kloppen? Sowieso met hoog water gaat ons waterveiligheidshart harder kloppen. Maar eigenlijk ook wetende dat er bevers in ons gebied zijn. En we eigenlijk soms, dat laat dit voorbeeld zien, niet weten waar ze zijn. Als ik jullie mag meenemen, Wijnand Evers, een collega van mij, die kreeg van een van onze muraars een bericht op 1 februari tijdens hoogwater. Nog niks aan de hand. De bevers zitten allemaal nog op hun plek. Dit is dan zeg maar bij plus 4, 85 NAP.
Vervolgens bij Deventer plus 5,5 NAP. Bijna alle beest van hun plek verdwenen tussen Deventer en de Fabrieksweg. Maar de bevers nog wel op hun plek bij Oldendeel. Dus op zich enigszins nog in beeld. Maar wanneer wordt het spannend? Op 5 mei of 5 februari. Overal zijn de bevers van hun plek. Nou, kan iemand mij vertellen waar de bevers zijn? Nou ja, hopelijk niet in de kering. Ja, de hoogste plek. Ja. Zolang het, wat ons betreft, de kering niet is, dan zijn we rustig, hè? Even kijken, deze kant op. Nou ja, kijk, hier zie je het. Nou, een nestje van bevers. Nou, nu gaat het nog, zeg maar. Maar er komt een situatie dat ze denken van, nou ja, we kiezen het hazenpad, of het beverpad. En we gaan weg. Net schetsen, dat komt in februari 2021, het was hartstikke koud. De sneeuw. Nee, klopt. Maar dit is even ter illustratie dat je een moment hebt dat ze nog zitten en een moment hebt dat ze weg willen. En waar jij op duidde, is dit. Nou, dat was het geluk destijds. Of ja, ja, geluk eigenlijk. Er lag sneeuw. Dus dit maakte voor onze beheerders en de mura's het mogelijk om ja, de sporen in ieder geval van de bever ja, beter te herleiden. En nou, dit is een dronebeeld waarin hier de bever zat en dat, waar hier beverwakken waren gevonden. Nou, niet helemaal goed zichtbaar op deze warmtecamera of dit beeld. Maar met de warmtecamera waren deze plekken heel goed te herleiden. En hier niet denken van, hé, dit is een bever, maar dit zijn gewoon de mensen die daar lopen. Dat was eigenlijk op dat moment het geluk. Maar eigenlijk kun je ook voorstellen, hè, mocht er geen sneeuw liggen. Ja, en er ligt hier een beeld, ja, bij ons noemen ze dat daak. Dat het toch moeilijk wordt om die bever te vinden. De grond daar warm is omdat hij in zijn nest zit of zit hij daar op de kant? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet of hij daar. Ja, hier zit hij wel op de kant. Ja, ik neem aan dat hij daar gewoon. Wat zeg je? Kan met de warmte niet in de grond kijken. Nee, hij zit niet in het gat zelf, maar je ziet gewoon zijn warmtebeeld. Dus. Ja. Was dat je vraag eigenlijk? Of? Ja. Doordat daar zijn nest zit, dat de grond opwarmt doordat het daar minder koud is. Oh, zo. Maar, ja, wat jouw collega ook zei, van, hè, als die echt onder de grond zit, dan ga je geen dingen zien, zeg maar. En dat is ook een van de issues waar ik straks nog even op wil komen. Ja, hier nog een andere plek. Ook hier weer ja, wakvorming. Allemaal kleine. Ja, plekjes waar de bever even zijn snuit boven het water liet zien. Maar ja, eigenlijk allemaal plekjes waarvan je denkt van ja, zou die hier in de kering gaan? Zou die hier in de kering mogelijk gaan? Hè? Je moet het allemaal nalopen. Om er even zeker van te zijn, laat me zeggen, hè? Dat die daar niet zit. Nou ja, dat werd dus ook gedaan. Ja, je kunt je wel voorstellen dat dit behoorlijk arbeidsintensief is. Mogelijk ook zelfs gevaarlijk. Nou, ze hebben hier met mensen aan de kant nou, die hielpen nou, als het mis zou gaan, zeg maar. Hè. En van tevoren is er heel duidelijk ingeschat dat dit kon. Nou, maar je kunt je wel voorstellen dat het hele traject waar die bever mogelijk kan zijn, nagelopen moet worden. Ja, maar dit is voor de film. Dat wordt opgenomen. Want er komt het geluid op de film. Is dit bij normale waterstand? Nee, hoogwaterstand. Het is nog steeds die van
Van eind februari? Het is nog steeds dezelfde situatie, zeg maar. Oké, okay. En onze muurras kon niet meer staan? Die kon er niet meer staan. Een beetje hetzelfde voorbeelden wat jij schetst. Ja. En met ons bedoel je Rivierenland? Of? Hun zijn naast. Hun zijn naast. Een stukje verder. Ja. Ja, en dat bemoeilijkt alleen maar de situatie eigenlijk. Hè? En nou, ik hoorde Wijnand ook steeds heel vaak zeggen van nou, we hadden geluk dat er relatief weinig daken lag, weinig rotzooi tegen de kering. En, ja, en dat er gewoon ijs lag. Dat er gewoon dat je toch iets beter weet waar je moet zoeken. Ja, je kunt erbij. Ja, en ik denk ook in navolging van wat net gezegd wordt, hè, als je hoogwater hebt, dat je dan, je krijgt gewoon onwerkbare situaties, laat maar zeggen. Maar je wilt wel weten of die er zit of niet. Hier nog een voorbeeld. Hier had de bever een nestje gemaakt in het opgehoogde sneeuw. Duidelijke sporen dat de bever hier langs is gegaan. Zelfs een bevergeul onder een constructie, nou, wat je eigenlijk ook gewoon niet wil. Maar steeds weer het geluk, er lag sneeuw, dus je kon dat beter volgen. Nu even iets van onze buren, laten we zeggen, die eigenlijk met dezelfde waterstanden of te maken hadden. Nou, zij hadden... Je kunt je wel voorstellen dat ze daar iets minder met deze waterstanden iets minder goed bij konden op sommige plekken. Zij hadden 9 locaties en 13 holen gevonden in de kering. Maar van 1 locatie hadden ze wel in beeld en hadden ze wel waargenomen. En eigenlijk wat ik hiermee wil zeggen van het risico. Ik kom elke keer weer op het puntje risico dat je iets mist. Die is er, die is serieus. We zijn er bewust van dat het risico er is, maar hoe groot het risico, dat is nog wel vaak een vraagteken. Hier zie je dan ook een bevergeul die, gemist was. Hier zie je de daaklijn. En bij bij een lage waterstand komt de gul tevoorschijn. Ja. Die foto van zojuist, je ziet dat hij onder de waterlijn erin is gegaan, maar is ook nagegaan hoe hij gegraven heeft. Is hij nog weer omhoog gegaan in de kering, in het talud? Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem heb opgenomen, is dat ik wilde laten zien dat hij dicht onder de waterlijn ligt en bij het terugtrekken van het water dat hij dan zichtbaar wordt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe die in deze kering verder loopt, omdat dit van onze buurcollega's is. Volgens mij is deze bij Lent en deze zat niet zo heel ver in de waterkering, maar die is op het laatste moment net onder de waterkering of onder de waterlijn in de kering gekomen. En volgens mij zat hij 1 meter of 2 de waterkering in en die is net omhoog geschoten. Ja. Dus dat was echt net voordat die waterstand ging zakken. Ja. En ik meen dat deze eerst niet was gezien, maar later wel, toch? Dat was toch... Dit is volgens mij de locatie waar ze met een aantal muskelzattenbeheerders zijn wezen kijken. Hebben ze boven dit nest gestaan. Op een afstandje hebben ze een familie zien zitten. Ja. Verder niet, niet dat hol geconstateerd, zeg maar. Zijn ze net bovenlangs gelopen. Ja, precies. Nou, en ook weer daar het risico dat je iets mist. Dan even iets abstracter. Weer eigenlijk over de kans dat je iets mist. We zijn bewust van dat er een risico is. Maar om dat risico nou exact te kwantificeren is een moeilijkheid. En eigenlijk hangt daar ook samen mee van welk risico aanvaard je. Op het moment dat je eigenlijk je risico niet weet, is het ook moeilijk om te zeggen van wat aanvaard ik. En eigenlijk ook moeilijk om te zeggen van wat vind ik een passende maatregel. Ik zie mensen kijken. Natuurlijk, je kunt maatregelen toepassen, maar om die maatregel heel scherp te hebben aan je risico, moet je het risico beter weten. Je hebt pas een maatregel nodig als je gevonden
Ja. Misschien als aanvulling, bij AMA's hebben we een beverpijp van bijna 40 meter. Dus onderschat het risico zeker niet. En dat is wel in een reguliere situatie, wordt ook aan gewerkt. Maar we hebben ook de das. Daar hebben we vorig jaar juli met hoogwater, hebben we iets van 80 meter dassenpijp net tegen de teen van de dijk in de beschermingszone blootgelegd. En dan kwam het water dus uitgestroomd. En we hadden nog niet eens extreem hoog water in dat gebied. Ja. Dus als je praat over veiligheid, schijnveiligheid, dan ga altijd van het ergste uit. Ja. En misschien een tip, als iemand in Nederland gaat uitgraven, leg het bloot en meet het in. Want je kunt alleen maar van elkaar leren. Ja, ja. En daar ook weer het punt, hè, van hoe groot is dat risico dan? Ja, het kan. Ik hoor nu al 40 meter zijn, het kan... Ja, misschien nog wel meer zijn belangrijk om dat gevoel te hebben. Ja, ja. Ja, op, nog een, jongens. Bij hoogwater van februari 2022 bij ons in het gebied en de Hunze. Waarbij ik tegen aanliep was dat we een uitspoel gehad aan de achterkant van de kering van de Hunze. Ook door een bever, bij een beverburcht. En wat je daar zag, dat het uitspoelgat, zeg maar, dat liep al. En toen hebben de muurras ook gezocht naar het gat waar die aan de waterzijde zat. Maar door hoog water konden de muurras daar, zeg maar, niet hun werk doen. Achteraf kon je dus zien waar die langs is geweest. We hebben hem opengegraven. Maar het bleek nu, hij ging onder bomen door. In een achterliggend bosje. En dat bosje was niet van ons. En daar lagen de boom, zeg maar, als mikado door elkaar heen. Dus het was ook niet veilig om daar een opkisting te maken tijdens de crisis. Dus ook naast het water moet je weten wat voor gebied je hebt. En wat voor consequenties het heeft als daar wel een uitspoelgat zit. Dat wil ik graag even meegeven. Ja. Nog meer in de zaal? Vragen, zeg maar? Of? Ja. Dan even doorgaan, hè, op dat risico, hè. Je hebt eigenlijk een vorm van het meester zijn over en een vorm van, ja, toch wel schijnveiligheid. Hè, van, hè, zit die bever dieper dan dat je denkt? Is hij op een locatie waarvan je het niet weet? Allemaal zaken waar we rekening mee moeten houden. En hier heb ik ze eigenlijk onder elkaar neergezet. Hè. Schijnveiligheid kan ontstaan door onbekende locaties van graafrijen. Graafrijen dieper in de kering dan gedacht. Die gaan we straks laten zien. Maar ook preventieve en correctieve maatregelen die je wilt nemen, ja, zijn mogelijk misschien wel niet 100% dekkend. Terwijl je eigenlijk, ja, van tevoren misschien wel denkt dat ze 100% dekkend zijn. Goed om rekening mee te houden. Dit is trouwens dezelfde bever als die hier staat. Voor een van onze camera's die... op bepaalde locaties waar wij eigenlijk niet willen dat de bever de kering in gaat, maar dat wij toch met een warmtecamera proberen te kijken dat die daar ook daadwerkelijk niet in gaat. Maar eigenlijk wil ik graag met een proefpersoon die schijnveiligheid even voelen. Zo van, op het moment dat een bever een gul gegraven heeft in de kering en... je wilt kijken hoe diep die zit. Dat je toch in sommige situaties niet erachter komt van hoe diep die dan echt kan zitten, zeg maar. Is er iemand die denkt van, nou, dat wil ik graag doen? Ja, anders wijs ik gewoon iemand aan, hoor. Dan, Bouter, wil jij misschien... Ach, jongens, hoe kom ik het ook... Zo. Nou, deze set heb ik van Wijnand Evers meegekregen. Dit is een schoorsteenveger set die ik weet niet hoe vaak hij hem gebruikt, maar in ieder geval gebruikt om de bever in een gang te detecteren. En voor dit voorbeeld hebben we gezegd dat de bever eerst een gang van 2 meter gegraven heeft. En nu mag Wouter... Maar Wouter, even proberen om met de stok
erin te leggen en te kijken hoe ver die komt. En je moet voorstellen dat je nu, laten we zeggen, in de IJssel bij ons staat, waar het kan. En probeert en je moet ook half zwemmen, hè, omdat je in het water staat nu. Hè? Ja. Nou, nu mag jij proberen zo dicht mogelijk bij jouw bever te komen. Je moet voorstellen dat je nu over het dijktaluut heen loopt, hè? Ja, ik geef wel een waarde aan. Ja. Ja? Ja, ik heb hem gevonden. Je bent nu een halve meter verwijderd van de bever. Ja, niets, hè? Dus, op dit moment heeft Wouter prima de bever gevonden. Ja, zo'n metertje. We zien ook echt dat die bever daar is en hij is 20 centimeter van de bever vandaan. Ja. Heel goed. De bever denkt tijdens hoogwater van, nou, ik ga toch iets dieper en ik ga vandaag niet recht naar achteren, maar ik ga met de knik naar achter. Ja, dat gaat niet worden, man. Ik krijg niet verder gedrukt, hè? Nee. Nee. Nou ja, daar hebben we eigenlijk het probleem te pakken. Dat hij dieper in de kering zit dan dat je eigenlijk denkt. En ja, dat creëert toch een soort van schijnveiligheid die je wel wilt weten. Ja, of een grote onveiligheid. Ja, of het risico wat dat niet gekwantificeerd is. Ja. Dat was hem. Ja. Ron, misschien even handig om uit te leggen wat eigenlijk wat dat voor sensor is. Waar komt die vandaan? Dit is een lawinesensor die in de Alpen ook gebruikt wordt. Als mensen onder het sneeuw komen, dat ze. Normaal gesproken heb je dan dit ding heeft de snowboarder of de skier heeft dan bij zich. Hij kan dan met deze opgespoord worden, zeg maar. Dus hij pakt zowel de XY, maar ook de diepte, toch? Nou, eigenlijk gewoon de afstand in de ruimte, zeg maar. Ja, ja. Dus ja. Je kan ook een beetje zien hoe diep die hier zit, of niet? Niet exact hoe diep. Je weet gewoon de afstand tussen jouw sensor en de ontvanger, zeg maar. Okay. Ja. Ja. Apengras. Heeft iemand nog een vraag? Want we hebben nog 5 minuten voordat de overheerlijke borrel begint. Dus we houden jullie gewoon nog 5 minuten hier. Dus dat kunnen we net zo goed doen met een vraag. Bab, de microfoon. Merk zo'n sensor ook in klei? Want we hebben ook van alles geprobeerd met grondradar en zo. Maar die komt niet door een kleipakket heen. Oké, okay. Ja... Wijnand, in feite doe je het in de geul, zeg maar. Hè? Maar Wijnand heeft hem zeg maar op die keringen die we net lieten zien toegepast. En bij mij weten zijn dat met een kleidek. Dus ik ga ervan uit dat het werkt. Is dat nou 2 voor 12 of 2 over 12 met de bevers in Nederland? En ja, die vraag die stel je aan mij natuurlijk, ja, terecht. Ik ben van mening dat daar, we kunnen passende maatregelen treffen. Maar dan moeten we daar nu wel vandaag de dag mee gaan beginnen. Ja, bij hun zijn Aas en bij Brabantse Delta zijn ze met het gaas bezig. Hè? Maar dat kost €600 per meter. Nou, dat is ongeveer een halve dijkversterking per meter. Hè? Dus ja, het is te betalen. Maar dan moet je bij een rivierdijk, daar doen ze bij boezemkades of rivierdijk, dan heb je maar de bovenste stuk, zeg maar. Pak je rivierdijk, dan moet je ongeveer het hele taluut mee pakken, want onderin is het minst gevaarlijk en bovenin is het meest gevaarlijk. Dus ja, dus je zal er toch wel eens over... Het wordt een dure hobby. Als je het moet doen, als je het beheerkosten moet halen, dat gaan we niet doen. Dat geld hebben we niet. En bij het ontwerp maakt het ontwerp 1,5 keer zo duur. En ik weet niet of dat sober, doelmatig en nog iets was... Bij Rivierland is dat nu hebben ze een stuk van 280 meter ingegraven. Dat was iets minder duur dan die €600, maar inderdaad, dat hebben we alleen voor de beheerssituatie gedaan. En doen we dus niet voor hoogwatersituaties. Dus
Want als je je hoogwatersituatie helemaal mee wil nemen, dan heb je je hele taluut wat je mee moet nemen. Dat is qua onderhoud ook niet meer te doen. Dus er moet echt iets anders verzonnen worden. Maar even orde grote ProRail, hè, die heeft voor de volgende 15 jaar 35 miljoen uitgetrokken om zijn... Want die hebben natuurlijk ook, hè? Dat er iets rondzien, 1825 laatste beven eruit en 1830 zijn de eerste spoorlijnen aangelegd. Die zijn allemaal hatschik idee op de watergrenslijn. Dus ja, die zijn overal aangelegd waar die bever ook graag zit. Dus ja, en bij een trein met 140 is 20 centimeter naar beneden zakken niet echt ideaal voor de trein, laat ik maar zeggen. Dus ja, die hebben gewoon, die kunnen het alleen maar doen met dus die zijn heel veel bezig met breukstenen aan de onderkant en gaas bovenin, zeg maar. Maar dat is echt een dure hobby. Dus ik denk inderdaad over 5, is dat van voor 12 of het... Nou, het is eigenlijk al over 12, hè? Alleen, het is al over 12 qua impact. Er komen er alleen maar meer, want we gaan ook vast wel een soort beheerssituatie in. We gaan het niet lukken als net met de muskus of de beverrat, waarbij je gewoon echt een soort zero tolerance hebt. Maar je zult wel heel naar moeten gaan waar je het wel en niet doet. Want ja, die bever kan ook in de watergang erachter gaan zitten natuurlijk. En dan komen ze toch wel weer een keer terug. Zie ik daar een vraag? Mevrouw Boltink. Meneer Wendhoff. Ron, dankjewel. Ik vind het, jouw verhaal over die schijnveiligheid, die snap ik heel goed. Hè, dat je met die schoorsteenzet. Maar ik ben even benieuwd, hoeveel mensen gebruiken überhaupt zoiets om een bevergang al in te meten? Ik snap dat er bepaalde risico's aan zitten en bepaalde dingen die je niet kan. Maar dit helpt al wel om meer beeld te krijgen van wat we misschien wel kunnen zien. Dus is dit überhaupt nu iets wat in het land al gebruikt wordt? Ik denk dat het een vraag aan hun gesteld moet worden misschien. Bij Waterschap Rivierenland meten we ze niet in. En dat heeft puur met die knik te maken. We graven ze allemaal uit. Graven ze helemaal na. Dus we gaan zo ver als we moeten, zeg maar. En desnoods trekken we ze aan de staart eruit. Want dat is inmiddels ook gebeurd. Ja. Ja. En de tip? We zijn toevallig vorige week bij Van Wielen aan de Thee van de Dijk wat kikvorsmannen gehad. En die zijn langs die wielen gezwommen, langs het Thee van de Dijk. En toen kwamen we een aantal gaten tegen. We hebben een camera in gehad. We hebben wel wat dingen opgemeten. En er zijn weer 7 gaten die je weer ziet. Dus de overbuurman is met gaas bezig. Ja, dat zal wel ook iets zijn, denk ik. Maar het blijft natuurlijk voor de dijkbeerders een ergernis. Want we halen ze weg en ze komen weer terug. En dat vind ik wel een beetje jammer. Want ja, je moet er nou mee leven. En eerst hadden we het idee van ze moeten weg. En nou moet je mee leven, denk ik. Ja, een van de ideeën is, hè, dat is met die kalk- en kleiproeven die nu op erosie bezig zijn, zeg maar. Voor mij is dit de wekker dat jullie borrel begint. Dus dan houden we nog even lekker bezig. Is om te kijken of je niet de buitenkant zodanig... En ik weet dat Annette van Kieftenburg bij voorheen Deltaris, nu bij Amsterdam... Die zijn met geuren bezig, hè, want die beesten zijn wel heel geurgerelateerd. Hun gedrag is ook geurgerelateerd, om te kijken of je daar wat mee kan. Hè? Dus dat is het. En er is nog in Groningen een bedrijf, een ecologisch bedrijf, die van die kleine soort robotjes, zeg maar. Een soort drone-achtig iets, maar dan wat rolt en kruipt en draait, zeg maar. Om te kijken of je die gangen kan opsporen. Zeg. Maar ja, dat schiet ook niet echt op met als je veel van die gangen hebt. Dus technisch is er wat mogelijk. Maar het is nog niet zo ver dat we er als beheerders eigenlijk veel meer zouden kunnen doen. Als ik geen handen meer zie en ik zie geen handen... en ik waarschuw jullie dat de borrel al begonnen is... en de bitterballen en zo er al staan te sapperen in vet, zeg maar. Misschien is het leuk, hè, want ik denk wel dat Ron ons waanzinnig mooi meegenomen heeft... en de muizen en de mollen, enerzijds in de Hetwiesje... en de Prosper, voor mij, want de ene was in de Prosperdijk... En ten derde wat hij nu bij de Rensoverijse Delta doet met de bevers. Misschien is het leuk om een vorm van enthousiasme... en dat doen we door een beetje joché te zeggen. Of te klappen is ook een leuke, Wouter. Ja, dus ik wil hem even bedanken graag.